Hallo, welkom bij weer een bespreking van een opgave van het examen VWO 2022 tijdvak 3. We gaan het hebben over de opdracht 5. En de titel is, zoals je hier kunt zien, Compton. Even een klein stukje tekst over introductie. Er staat niet veel informatie zelf in wat je nodig hebt voor een vraag. Het komt vaak voor bij examenvragen dat er een heel stuk tekst bij staat en daar helaas niks in staat. Betekent wel natuurlijk dat je iedere keer wel zo'n tekst moet lezen en na moet gaan van, goh, staat er iets in? Maar goed, ik hoop dat je, als je dit door hebt gelezen, dat duidelijk is dat hier echt niks in staat. Althans, geen gegeven. Dus naar de volgende. En dit is natuurlijk wel wat interessanter. Het Compton-effect wordt hier uitgelegd. Je hebt een foton. Ja, die gaat op een elektron stralen. Ja, het is een elektron wat stilstaat. En nadat het foton tegen het elektron is aangegaan, wordt het verstrooid. Nou, kijk, het gaat deze kant op. En de golflengte zie je, die wordt iets groter. Ja, de golflengte hier is lambda. En hier wordt die lambda accent genoemd. En die wordt iets groter. En het elektron, dat gaat deze kant op. Een foton heeft een impuls. Die formule hoef je niet te weten. En vandaar dus dat de formule hier ook staat. Het impuls voor een foton is h, constant van Planck, gedeeld door de golflengte van het foton. Vraag is hier nu van voor de volgende opdracht uit. Allereerst leg uit dat de golflengte van lambda groter is dan de golflengte, de golflengte lambda accent groter is dan die van lambda. Ik heb ze net al gezien, laten zien van dat die groter is, althans in het plaatje is hij groter. Maar waarom is hij nu groter? Wel, golflengte van een foton heeft alles te maken met energie. Golflengte of frequentie. En in dit geval hier, ja, heb je de energie voor en de energie na. Die zal dus voor het foton kleiner zijn. Want ja, het elektron krijgt ook een stukje energie mee. Dus het foton moet minder energie hebben. En energie van een foton kun je met deze formule berekenen. En betekent dus, als de energie kleiner is, dan moet dus de golflengte groter zijn. Dat is punt 1. Leg uit dat de impuls van het verstrooid foton kleiner is dan die van het invallende foton. Nou, als de golflengte groter wordt en de constante van Planck heet niet voor niks constante van Planck, betekent dus dat het impuls kleiner moet wezen. 4 punten te verdienen en dat is voor het gebruik van een energiebehoud in feite, en de energie van het foton na de tijd, dat die kleiner is dan de energie van het foton voor de tijd. Gebruik van E is H keer F en dat omgebouwd naar H keer C gedeeld door lambda. Gebruik van P is H gedeeld door lambda. Dat is natuurlijk eigenlijk een open deur, want ja, die stond er eigenlijk al in de opgave zelf. En het completeren van de uitleg. We gaan verder. Compton deed een aantal metingen en hij deed de metingen met deze opstelling. Ja, hier is een röntgenbron. Röntgenbron die stent dus röntgenstralen uit, oftewel fotonen. De foton valt op grafiet. En dan krijg je dus hier een detector. En je krijgt hier een detector. Ja, je ziet dus de detector die hier staat. Die zal dus gewoon de golflengte, de fotonen meten die ongehinderd rechtdoor gaan. Dus dat zal de golflengte lambda wezen. En hier worden gemeten de fotonen die verstrooid worden, oftewel lambda accent. Grafisch staat hier, ja, hier is een piek bij de golflengte 0,0709, dat is de originele golflengte, en hier is een piek van lambda accent. En dit wordt gedaan onder een hoek van 135 graden. Ja, het voorkomen van deze twee pieken werd door Compton verklaard door twee aannames te doen. Allereerst dat fotonen verstrooien aan elektronen die vastzitten in het grafiet en daardoor zal de golflengte niet veranderen. En fotonen kunnen ook verstrooien
aan elektronen die niet vastzitten in het grafiet. Vrij elektroon, hè, want grafiet is een geleider. En daardoor zal de golflengte wel veranderen. Nou, hij gebruikte behalve deze twee aannames ook Einsteins fotomodel. En daardoor kon hij uitvogelen dat de relatie tussen de verschillende golflengtes en de hoek deze relatie was. Hoe hij dat heeft gedaan, maakt niet zoveel uit. Hè? Eventjes wel van, god, die delta lambda is dus een verschil in de golflengtes. Phi is een vertrouwenshoek, 135 graden. M, H, natuurlijk constante van Planck. Massa van het elektron is M. En C is de lichtsnelheid. Als nu de hoek phi kleiner wordt gemaakt dan 135, dan zal de afstand tussen de pieken in die figuur veranderen. En de vraag is nu van, wat gebeurt er met die pieken? Hoe zullen deze verschuiven als de hoek kleiner zal worden? Ja, dus phi wordt kleiner dan 135, wat gebeurt er met de pieken? Nou, allereerst gaan we naar de meest linkerpiek van de golflengte lambda zelf. Die lambda, ja, die is vooraf. Die zal dus altijd gelijk blijven, want dan is er nog geen verstrooiing in feite geweest. Dus die blijft op dezelfde plek. Dan gaan we naar andere golf toe, althans al andere golflengte toe. Phi die wordt kleiner. Wat gebeurt er dan met 1 min cosinus phi? Nou, eventjes, hè, je kunt het met de rekenmachine bekijken, maar de cosinus van 135 is min 0,7 ongeveer, 0,71. En als phi 1 graad kleiner wordt, dan wordt de cosinus min 0,69. Nou, als je dat dan invult in dit stukje, ja, 1 min min wordt dus plus, betekent dus als de hoek kleiner wordt, hè, en let op, hè, nog steeds min min wat plus, dan betekent het dus dat 1 min cosinus phi kleiner wordt. Ja, dus phi wordt kleiner en ook 1 min cosinus phi wordt kleiner. En dat betekent dus dat de delta lambda ook kleiner wordt. Oftewel, de piek van lambda accent zal naar links verschuiven. Drie punten. 1 punt voor dat dus de piek van lambda zelf gewoon blijft staan waar hij was. Inzicht dat die 1 min cosinus phi kleiner wordt als phi kleiner wordt. En tenslotte een consequente conclusie erbij. Grafische weergave tussen 1 min cosinus phi en delta lambda. En ja, die zitten wel aardig op een rechte lijn, zou je zeggen. En de factor, dat is belangrijk, H gedeeld door MC uit de formule van Compton, die wordt de Compton-golflengte genoemd. De vraag hierbij is, toon aan dat de Compton-golflengte de eenheid M heeft. Meter moet er eigenlijk natuurlijk ook wel, hè, als je golflengte noemt, dan moet, moet de eenheid een lengte wezen, dus meter is wel zo voor de hand liggend. Nou, de eenheid, een eenheidsanalyse in feite, we beginnen met H gedeeld M gedeeld C. En dat doe ik even op één lijn. Dus die M gedeeld C onder het deelteken zet ik er even boven, naast de H. Maar dan natuurlijk wel M tot de macht min 1 en C tot de macht min 1. He, doe dit altijd als je eenheden moet afleiden. Dat werkt een stuk plezieriger. Dan krijg je dus dat de eenheid van die Compton-golflengte is de eenheid van H. Keer de eenheid van m tot de macht min 1 en keer de eenheid van c tot de macht min 1. Ga je, niet zo, je mag het zo wel opschrijven, maar dit is een stuk compacter natuurlijk. Wel, dan krijgen we eenheid van h, de constante van Planck. Kijk eventueel in minus tabel 7 wat voor eenheid erachter staat, maar dat is joules per seconde. En de andere eenheden die zijn, hoop ik bekend, hè, die van m massa is kilogram tot de macht min 1 en c lichtsnelheid is meter per seconde. En let op, hè, c zelf moet ook nog tot de macht min 1. Vandaar dus dat er twee keer min 1 staat. Deze min 1, hè, die geldt voor het geheel. Betekent dus dat je even de haakjes weg moet werken. Nou, betekent dat je dus die meter wat dan tot de macht min 1 en de seconde, dat wordt gewoon, hè, de seconde tot de macht min 1 wordt gewoon secondes.
Dit zijn geen basiseenheden. Die joules, hè, kun je eventjes kijken naar BINAS tabel 4. BINAS tabel 4, daar kun je opzoeken dat joule eigenlijk is newton maal meter. Newton zelf is weer geen basiseenheid. Ja, want newton, ook in dezelfde tabel, kun je zien dat is kilogram maal meter maal seconde tot de macht min 2. Dus als je dat even combineert, dan zie je dus dat joules gelijk is een kilogram maal meter in het kwadraat maal seconde tot de macht min 2. Dat vul ik in wat ik zo net had. En zie je dus dat de kilogram wegvalt, de secondes vallen weg en ik hou precies inderdaad 1 meter over. Oftewel, de eenheid van de Compton-golflengte is inderdaad de meters. 3 punten. 1 punt voor puur eenheden van constante van Planck, massa en de lichtsnelheid. Dan 1 punt voor dat joule dus newton mal meter is en dat je voor newton kilogram mal meter per seconde in kwadraat kunt invullen. En tenslotte het completeren van de gehele afleiding. We blijven bij dezelfde figuur, die grafische voorstelling. En drietal zaken moeten worden gedaan. Allereerst uitleggen dat als je de formule van Compton hebt, dan is het logisch dat het de rechte lijn zal moeten worden. Waarom is het logisch? Nou, als de rechte lijn moet worden, dan zal dus deze formule, en let op bij deze formule, dat stukje lambda accent min lambda, dat doen we er eventjes tussenuit. Zo. Deze formule die zou dan moeten worden overgezet naar een formule voor rechte lijn, dus I is a keer x. En dat klopt inderdaad precies met wat er staat, want ja, langs de i-as staat inderdaad delta lambda. Die h gedeelte m gedeelte c, dat zijn allemaal constantes. Dus inderdaad, de constante a, het helixgetal natuurlijk, is die uitdrukking. En wat overblijft is x. En inderdaad, langs de x-as staat 1 min cosinus phi. Dus dat het de rechte lijn door oorsprong moet zijn, komt precies overeen met de formule van Compton. Vervolgens wordt gevraagd, bepaal de Compton-golflengte uit de figuur 5 en let op, 2 significante cijfers. Nou, de Compton-golflengte, dat is dus precies dit stukje. Oftewel, dat is gelijk aan de hellingsgetal van de grafiek. Ja, dus gevraagd wordt, wat is de helling in die figuur 5? Nou, dan maak je een driehoekje ervan en dan ga je overstaande rechthoek gedeeld door rechthoekzijde gedeeld door aanliggende rechthoekzijde, oftewel 0,004 gedeeld door 1,7 en dan kom ik op 0,0024 nanometer in dit geval. Hè, want let op, hè, je hebt hier eenheid nanometer. En cosinus heeft geen eenheid. Dus 1 min cosinus ook niet. Dus dat is de Compton-golflengte. En vervolgens nog toon aan dat deze waarde binnen de marge van 5% overeenkomt met de theoretische waarde van de Compton-golflengte. Nou, dan moet je dus eerst de theoretische waarde van de Compton-golflengte eventjes berekenen. En dat is h gedeeld door m gedeeld c, dus voor h de constante van Planck eventjes invullen. Zo, 6,6 keer 10 tot de macht min 34, massa correct ingevuld, lichtsnelheid correct ingevuld en je komt op 2,43 keer 10 tot de macht min 12, even in nanometers, dan kun je het goed vergelijken natuurlijk. En, oh, eventjes die weg. Ja, en dan krijg je dus 0,00243, oftewel het scheelt slechts, nou, daar staat hij. Heel weinig dus. En als je dat berekent, blijft dat binnen de marge van 5%. 4 punten te verdienen. 1. Ja, de correcte uitleg van het recht evenredig verband tussen delta lambda en die 1 min cosinus phi. 2. Inzicht dat je de steilheid moet bepalen om die Compton-golflengte te krijgen. Gebruik van lambda Compton is h gedeeld m gedeeld c, hè, om die theoretische waarde te bepalen. En tenslotte computeren van de berekening, bepaling en de vergelijking.
En ook nog de significantie. Dus een hele hoop voor het laatste punt. Goed, tot zover weer deze uitlegging. Ik zou zeggen van, ik hoop dat jullie iets aan hebben gehad. En tot een volgende keer maar weer.